Ja, geweldig. En een meesterlijk spelend orkest. Alle kleuren, alle dieptes, alle mysteries van de muziek waar ik amper van had kunnen dromen zijn er uitgekomen. Hartverwarmend publiek. Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Oeh, het is bijna voorbij. Kees. Hi. Ga je... staat al klaar. Oké, okay, ik... Jij speelt nu? Nee, ik ga direct spelen. Oh. Dit is dus mijn... Dit wordt over een paar dagen mijn laatste gang naar het orkest. Ik denk dat het feestelijk wordt. Een beetje emotioneel misschien. Maar het past ook wel bij het stuk. Ik verheug me erop. Ja. Ja. Cijfer 3 van het afgelopen stukje. Ais is de tweede noot. Nee, bij mij staat cijfer 3, dat is maat 36. Heb jij dat ook, maat 36? Wat we net, het laatste wat... Er zijn veel belangrijke dirigenten van het Franse repertoire, zoals Pierre Boulez en Jean Fournet, die dit stuk herhaaldelijk hebben gedaan. Die zijn nooit helemaal gelukkig geweest, weet ik van hun persoonlijk, met die versie. Namelijk is er één spreker die doet brokjes tekst uit die verouderde libretto van een eeuw geleden. Wij hebben een vernieuwde tekst. Op het thema waar het werkelijk over gaat. We hebben twee fantastische dansers. Geweldige vocalisten. En een orkest in topvorm. En ik voel een grote warmte en dankbaarheid ook. Dat ik de kans krijg om dit stuk hier te doen. Ga maar weer even staan alsjeblieft. Er zitten weer dezelfde weeffouten in. Het zijn twee verschillende articulaties. Tempo fluiten. Onderste celli vibrato. Ja, nog een keer. Veel te kaal. Oké, even tot hier. Kijk, veel van wat wij deze week laten horen is nieuw. De choreografie is nieuw, de tekst is nieuw. We moeten dat in korte tijd doen. Ik verbeeld me niet dat dit nu de perfecte versie wordt. Maar we werken allemaal met ons beste kunnen. En ik weet zeker dat er vlagen zullen zijn van ontroering en mysterie, zoals ik denk dat ze bij deze muziek helemaal op zijn plaats zijn. 2, 3, 4, 10. Crescendo! Debussy heeft muziek gemaakt die het mysterieuze en soms leidende karakter van de tekst heel erg recht doet. Die nodigt tekst en dans uit. En tegelijkertijd is er ook een input geweest destijds van de sfeer van het verhaal. En het martelaarschap. Dus in Duitsland zeg je een soort gesamtkunstwerk. Alles moet elkaar versterken en verhevigen. En elke keer dat je dit stuk met zoveel medewerkers mag proberen te doen, zoek je naar iets wat elkaar vergroot en verdiept. Dit stuk heeft een bepaalde diepte, soms een triestheid en soms ook een gevoel van opofferingsgezindheid. Een bepaalde trots zit er ook in. Die in weinig andere stukken op deze klanken zo voelbaar is als in dit werk. Daarom ben ik zo blij dat men hier kennis van kan nemen, want het is hier nog nooit gegaan. Crescendo. Het is iets heel aparts. Als de muzici mooi spelen en ik voel me zo op mijn gemak als ik doe bij dit orkest, heb je soms het idee dat je bijna niks hoeft te doen. Dat het vanzelf, net alsof je droomt. En dat is het mooiste wat er is. Er zijn altijd dingen in de muziek die je niet precies kan omschrijven. Dat is juist het mooie van muziek. Het is niet alleen maar plus en min en het is niet alleen maar blauw of zwart. Het is altijd nog veel meer dan dat. En dat is bij Debussy helemaal het geval. Dat is een van de redenen waarom ik zo dol ben op die componist. Die heeft een kleurenpalet wat je bijna niet in gewone taal kan uitdrukken.